We zijn vandaag aangekomen in het prachtige Oosterbos in Klassinaveen. We gaan hier de Oosterbosrun 2024 doen. Vorig jaar heb ik deze ook gelopen. De organisatie vond het zo leuk dat ze mij weer uitgenodigd hebben. Ik ga nu de 5 kilometer doen. Vorig jaar heb ik de 10 gedaan. En kom maar mee naar de start. Wij gaan ervan genieten. Nou jongens, ik heb de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. We gaan dus even kijken of die van mij erbij zit. Goeiedag. Kom even startnummer ophalen. Rassing. Ik heb nummertje 197 jongens. Wij gaan hem eens even opdoen en we gaan richting de start. Nou, we hebben weer één te pakken van de organisatie. Met wie heb ik het genoegen? Met Tony Plas. Dag Tony, hi. We gaan nu de 5 kilometer even doen. Ik heb namelijk een behoorlijk zware halve marathon gehad vorige week. Ik ga de berenloop volgende week de halve marathon nog doen. Dus ik dacht, ik doe hem even rustig aan. En ik geloof dat de 5 kilometer is één ronde en de 10 is twee rondjes. Ja, klopt. Nou, in ieder geval even terugkomen op je 5 kilometer nog. Dat is natuurlijk fantastisch dat je hier aanwezig bent bij de 35e Oosterbosrun. En inderdaad, de 5 kilometer is één ronde en de 10 kilometer een extra lus. Ja. Oh, dus jullie hebben eigenlijk een beetje een jubileum, de 35e hoor ik net. Ja, een aantal weken geleden waren we aan het rekenen. Hoe lang zijn we nu eigenlijk bezig? Goed, we missen 2 jaren van de corona natuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk de 35e uitvoering. Oh, nou dat is prachtig dat we hem dan ook even opnemen. Ik ben hier vorig jaar ook geweest, toen heb ik de 10 gedaan, dus 2 rondjes. Maar het is hartstikke lekker weer. Het is een beetje fris, 4 graden geloof ik. Maar wij gaan hem wel een korte broek doen. Ja, geweldig. Inderdaad, de weersomstandigheden zijn prachtig. De zon schijnt. Dus wat dat betreft, alle ingrediënten zijn aanwezig om er een geweldige 35e Oosterbosrun van te maken. Nou, wij gaan ervan genieten van die mooie Oosterbosrun. En we zien elkaar bij de finish wel weer. Ja, hey, succes. Hartstikke bedankt hè. Nou jongens, op naar de start. Nou, ik heb hier ook een van de organisatie van Klassinaveen. En ik was 24 mei, ben ik weer uitgenodigd om mee te lopen. Met hoe heet de run ook alweer? Drenthe Loopfestijn. Het Drenthe Loopfestijn. Dus 24 mei gaan we ook weer meedoen met de Drenthe Loopfestijn, jongens. Afgesproken. En nu, afgesproken, hè? En nu naar de start. Succes. Dank je. Nou jongens, we staan aan de start. We gaan nu beginnen. 5 kilometer Oosterbosrun. Geniet maar mee. 3, 2, 1, go! Iedereen heel veel succes en vergeet in ieder geval niet te genieten onderweg, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Nogmaals, 164 mannen en vrouwen aan de stand.
Nou jongens, het moet niet gekker worden. Vorige week ging het om mis. Storingen en al. En wat hoor ik vandaag? Gaat hij weer uit. Oh. Camera's jongens, schaf ze nooit aan. Het is één grote ellende. Maar we gaan dit rennend oplossen. Het is toch maar 5 kilometer. Even zien. Want hij staat vast weer. Ik ga er even naast. Nee. Hij lijkt goed te staan. 5,3 km, 30, ik weet het niet jongens. We zetten hem weer aan en we gaan gewoon weer door. Jammer, dat het zo moet. Hoppa, cameraatje weer op de kop en gaan! Running people do.
Wat een ellende. Wat een ellende. Record. We have the current settings. Nou jongens, omdat ik nu toch eventjes aan het klooien ben met de settings, heb ik ook nog even een geinig verhaaltje. Want we hebben wat te vieren. Ja, we hebben zeker wat te vieren. Weet je wat wij te vieren hebben? We hebben 1 miljoen views gehaald op onze channel. Woe! Beest! Ja, dat is toch hartstikke mooi. Ik ben even heel ongegeneerd naar mijn cameraatje aan het kijken. Ja, alles staat goed. Ach kijk, wij gaan verder op 2,7k. Oh, die wil alleen maar op 60 framepjes. Dat is toch jammer. Oh, er komt nog een hele groep achter me. Ja, wat mooi. Even kijken. Ik ben wat aan het piepen, jongens. En ja, we zitten volgens mij vandaag ook op de 3700 subscribers. Dat is toch ook weer super mooi. Even kijken, zo. Superview. 30 fps. Nou, we zetten hem weer aan, jongens. En wij gaan verder. En ik hoop dat ik hem nou aan 1 keer door kan lopen. En anders dan moet ik echt even wat aan de camera gaan doen. Want volgende week moet hij een halve marathon vastleggen. De berenloop. Dus ja, als dat niet lukken gaat, dan ben ik wel heel droevig. Nou jongens, ik zeg en door. Jodel! You interrupt me and I interrupt you. A shame. When did we start losing and stop giving? I remember I gave it time, time, time. All of my time, time, time. Now my mind, mind's lost in its thoughts. I want you, you, you want only you, you, you. But my heart's all tied up in knots. Nou, geen videootje wordt dit. Hè? Alleen maar camera op, camera af. Nou, worden we niet blijer van. Ik ben er ook een beetje klaar mee. Hij gaat nu maar naar 4K 30 fps. Resolutietje omlaag en hopen dat hij het dan wel blijft doen. Wat een ellende. En ze waren nog zo trots dat ik hier met deze Oosterbos run mee zou doen en genieten van al dat prachtige mooie landschap. Nou, hopelijk gaat het nu wel goed. Hij staat nu op Ultra AD.
Oh, als we toch aan het rennen zijn, kunnen wij even de vetertjes strikken. Zo. En weer door. Bah, bah, bah. Nou, ik snap er geen jota meer van. Maar het gaat er weer mis. Het gaat steeds mis. Ik ga hem opnieuw opstarten. Want, ja. Teleurgesteld. In GoPro. GoPro, jullie doen je werk niet goed. Ha. Nou, en weer aan. Zo, er weer aan. En ik zal dus van de ladder afhouden. Eens even kijken wat hij dan doet. Nou. Camera weer op. En sowieso thuis. Even flink kijken hoe het nou allemaal gaat. Dat ik dit volgende week op de schelling niet heb. Jongens, jodel. Yeah.
ja, er zit niks anders op dan met mijn andere GoPro maar te gaan lopen. Dus ja, wat gaan we doen? We gaan hem omwisselen. En ja, het is niet anders. Door dit mooie bos heen. Dat moet natuurlijk wel even goed in beeld. Ja. Yeah. De ene los, de andere vast. Nou, maar blij zijn dat ik meerdere van die apparaatjes bij me heb. Zo. Dan moet deze los. Ach jongens, wat een technisch gedoe allemaal weer. Zo, op deze zondagmorgen. Nou, ik denk dat de lieve mensen van GoPro, dat die me even een nieuw cameraatje op moeten sturen. Doe het ook net zoals de vorige keer graag. Dat jullie hem gewoon al opsturen voordat ik de video online heb. Net zoals ik er geinig zijn. Ik was alleen weer niet de eerste. Nou ja, dat werd ik al nooit. Maar ik word ook niet de laatste, hoop ik. Maar dat gaan we zien. Want ik heb behoorlijk veel stilstand en dat met een 5 kilometer. Ja. Zo. Nou. Het is nog geen 2 kilometer meer. Jongens, ik doe hem op mijn hoofd. Stukje zwaarder. Maar dat mag de pret niet drukken.
Nou, en daar zijn we dan weer, jongens. Bij de finish. Weer gehaald. Met heel veel camera malfunctions. Maar daar gaan we deze week wel even naar kijken. Nu eerst over de finish. En yes! Gehaald! Geluk, jongens. De 5 kilometer Oosterbosrun. En wij gaan nu direct door naar de afsluiting. Nou, dat was hem dan. De Oosterbosrun 2024. En dan eventjes de 5 kilometer. Ja, die 5 kilometer die heb ik even zo besloten omdat ik vorige week een halve marathon heb gedaan. Volgende week doe ik een halve marathon. Dus eventjes een weekje rustig aan. En het zijn twee rondjes, dus jullie hebben alles wel gezien. Nou ja, niet helemaal alles, want 3 keer toe valt mijn camera uit. Ja, dat is ook niet leuk. Ik ga er eens even naar kijken deze week. Maar anders moet ik waarschijnlijk een andere camera gebruiken voor de berenloop op de Schelling. Jongens, we hebben ook nog wat te vieren. Ik heb wat bereikt. Een hele mijlpaal op YouTube. Ik heb mijn 1 miljoenste viewer heb ik mogen verwelkomen op het kanaal deze week. Dus na alle hek-ellende, alle stress, de diepe helloop, wat een echte diepe hel was, toch nog weer iets moois. Ja, dit gaan wij natuurlijk ook gigantisch vieren met een gigantisch pilsje. Maar eerst gaan we eventjes naar Bernard toe. Bernard, kom er eens even bij, jongen. Bernard is een redelijke bekende van het kanaal. En ja, Bernard die gaat straks weer een run doen. En dat gaat hij voor ALS gaat hij dat doen. Leg het eens even uit, Bernard. Nou Jan, ik ga je eerst een hand geven. Gefeliciteerd met je miljoen views. Dat ja, even in de eerste plaats. Super knap trouwens. Ja, ik ben ook blij. Ja, nou terecht. Ja, ik heb weer een marathon op de horizon gezet. Ik ga de Bosmarathon in Assen lopen, 19 januari. Okay. En dat heb ik nu gekoppeld weer aan een goed doel. En ik ga nu voor de ALS-stichting lopen. Dus ALS, spierziekte, ja. Waarbij de spieren ja, eigenlijk één voor één uitvallen. Super heftig. En ik dacht, ik ga daarvoor lopen. Ook weer in samenwerking met de landwinkel Exlo hebben we die marathon gekozen. Okay. Om veel geld weer op te halen. Nou, dat is een hartstikke goed doel. En je hebt daar ook een link van waar mensen op kunnen drukken? Jazeker, ik heb weer een actiepagina. En die kun je gewoon, daar kunnen mensen weer naartoe eventueel geld doneren als ze dat willen. Alles van harte welkom. Mijn streefbedrag is 1000 euro. Ik zit inmiddels al op 500. Okay. Dus alles is welkom. Nou jongens, de link staat hieronder. En in de beschrijving kan je ook nog op de link klikken. Allemaal even wat doneren. Al is het maar 5 euro, al is het maar een tientje jongens. Jullie kunnen het vast missen en het mocht je zelf maar eens overkomen. Ik heb iemand, toen ik in het ziekenhuis werkte, heb ik een medewerker meegemaakt. Die heeft ook ALS gekregen. Deze man die heeft het geen maand meer volgehouden. Van, hij was fris en fruitig, totdat ik een maand later op zijn begrafenis was. Dus het kan heel snel gaan, maar het kan ook een hele slopende ziekte zijn. Klopt. Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Het is verschrikkelijk. Heel erg. Absoluut. En het is te hopen dat er een keer een doorbraak komt bij deze ziekte. Als dat zo zou zijn, dan zouden heel veel mensen... Ja, toch weer verder kunnen met hun leven. Want het is nu gewoon, ja, het is een sluipmoordenaar. Ja, de een voor een vallen de spieren uit. Het is echt heel heftig. Ja, dus, verschrikkelijk. Ja. Jongens, allemaal eventjes doneren. Het staat hieronder in de beschrijving. Eventjes voor de actiepagina van Bernard Bunskoek voor ALS. Dank jullie wel. Hartstikke bedankt, Bernard. Dan gaan wij eens even kijken wat voor pulsje wij hebben. Kijk maar eens even. Want ik geloof dat de redactie van Rosso's Running Channel een beetje gul is geweest. Ze zullen wel hebben geweten dat ik 1 miljoen views heb. Zo. Dan moet je eens even kijken wat we hier hebben. De Adrien Brouwer Oakt. Wow. Nou, nou dat dit is, wordt met handjes aan de vangrail naar huis toe. Dat is niet de beste. Jongens, kijk eens even. Dit is een beste. Die ziet er best uit. En ja, ik denk dat ik de dap er maar even afdoe. Een paar slokjes nemen en de dap er maar weer op. Want anders wordt meneer agent niet blij zo aan de snelweg. Lijkt me heel verstandig, Jan. Ja. Heel veranderd. Maar we gaan hem eens eventjes openmaken. Het is niet eens een dop, het is een kurk. Kijk eens even wat chic, jongens. Redactie, bedankt. Heerlijk. Nou, jongens. Kijken of die plopt. En of we de dop dan weer terugvinden. Ik ben hier niet goed in. Draaien, de fles draaien. En de dop, de fles draaien, de kurk vasthouden. Zo was het voor mij bij deze. Juist.
Nou, ik hoorde wel een prachtig mooi plapje. Jongens, wij gaan hem eens even proeven. En we gaan eens even kijken of het wat is. Oh, het is ook nog een heerlijk lekker biertje. Ik zou hem bijna gewoon helemaal aan drinken. Maar dan ik ga je dus niet tegen, maar ik zou het niet doen. Nee, dat lijkt me ook niet verstandig. Nou, ik neem nog even een paar heerlijke slokjes. Bernard, leuk dat je er even was. Mooi voor je uitleg ook. En ik hoop dat jij die 1000 euro heel snel gaat krijgen. We gaan het zien. Hey, succes. Komt goed. Jongens, en ik zeg tegen jullie, tot volgende week bij de Berenloop. Geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. Cheers.